Ik denk dat je alleen maar op snoek kunt vissen in polder. Dat is echt niet waar hoor. Ook in een stedelijk gebied, zelfs midden in de stad, in de grachten, kun je op snoek vissen. Als het maar goed helder water is en een goede waterplant en er is voldoende voedsel, dus in dit geval witvis aanwezig, kun je eigenlijk ook tussen de huizen kun je op snoek vissen. En waarmee? Begin gewoon met een eenvoudige spinhengel met een molen erop. Hengeltje van 2,30 meter, 2,50 voor 20 tot 40 gram werpgewicht. Op de molen een gevlochten lijntje, 15 tot 20 pons. Grote spinner, setje, plugje, maar vooral een spinner, zo eentje met twee bladen. Werkt perfect. En ook weer in die stedelijke omgeving, hè, maar het is lekker soms om, als je op zo'n kadermuur vist, om in ieder geval even een iets langer hengel te hebben, zodat je dus ook een snoek goed kunt sturen. En in de stedelijke omgeving heb je dus vaak natuurlijk een schepnet nodig. Waar ik hier ben niet, hier kan ik een snoek met behulp van de kielgreep grijpen. Ben je in de stedelijke omgeving, ga je op kaders, op hogere wallenkanten vissen, neem dan wel een groot schepnet mee natuurlijk. Wat heb je nodig? Ja, altijd een vergunning of in dit geval de vispas van de plaatselijke hengelsportvereniging. Want snoeken mag niet zomaar. Heb je altijd toestemming nodig van de hengelsportvereniging. Als je nou langs zo'n waterkant loopt, dan ga je eens kijken van ja, wat is nou een plekje? Nou, drie sprongen zijn altijd goed, maar versmallingen in een water zijn goed. Maar ook verbredingen, kommetjes, de plekken waar een plukje riet staat, de plekken waar zo'n kluit van die waterpest ligt. Daar kan een snoek onder schuilen. Ja, in afwachting tot er een prooivis voorbij komt om aan te vallen. Dus altijd dat soort plekjes, als er maar eventjes een beetje een afwijking in de breedte of in de smalte, in de diepte. Het kan overal gebeuren. Ze liggen er gewoon, maar ook onder bruggen. Onder bruggen en bij duikers moet je ook altijd proberen eventjes je kunstaasje zwemles te geven. Want ook daar liggen vaak snoeken in het donker, in de schaduw van de brug te wachten. Ja, wat is de beste periode, jongens? Snoeken eten in feite het hele jaar door. En met name in de zomer eten ze het meeste, groeien ze het hardste. Maar je hebt een gesloten tijd voor snoek. Die loopt van 1 april tot de laatste zaterdag van mei. Vanaf die tijd mag je dus weer snoek vissen. En gaat het eigenlijk het hele jaar door. Voordeel van het najaar en de winter is dat de waterplanten van lieverlee verdwijnen. Dus dan kun je wat makkelijker overal terecht. Maar in zijn algemeenheid kun je eigenlijk het hele jaar op snoek vissen. Wat betreft het weer, ik vind dit, zo'n sombere lucht, niet ideaal. Een beetje een lekker windje over het water, een kabbel op het water. En een wind uit west tot noordwest met afwisselend bewolking, een zonnetje ertussendoor, een beetje blauw. Dat is het weer waar ik van hou, het rijmt. En dat hele saaie, sombere regenweer. Maar goed, niet geschoten is altijd mis. Heb je tijd, ga je gewoon. En dan zie je vanzelf wel of het het ideale moment was. Want er zullen altijd uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. Snoekvissen kan natuurlijk op alle mogelijke manieren. Je kunt heel passief snoekvissen. Heel veel karpervissers doen het in het najaar en in de winter. Met een dode aasvis en de hengels op de rotpot, op de piepers. Je kunt ook met een dode aasvis onder een dobbervis. Maar het is allemaal een beetje een passieve manier van snoekvissen. Ik hou meer van kunstaas. Je lekker struinen door de polder, langs de plasjes, langs het stadswater. Inwerpen, een paar keer inhalen, is het niks. Weer een stukje verder. Lekker actief bezig zijn, dat vind ik het mooiste aan het snoeken. Jongens, als je met zo'n dode aasvis vist, dan kun je kapitale snoeken vangen. Je moet natuurlijk uiteraard wel geluk hebben, maar ook vooral heel veel geduld. Kunstaas vraagt om minder geduld. En ook hier heb ik in dit water ook wel eens een snoek van over de meter, 1,5 meter gevangen. En diverse in de 80 en de 90 centimeter. Dus het kan allemaal prima in het stadswater. En je moet niet gek opkijken als er eentje van heel ver boven de meter rondzwemt, want die komen steeds vaker tegen.